Beide ploegen stonden dit seizoen al eerder tegenover elkaar. Dat was in het bekertoernooi. Toen was HAC Hardenberg de sterkste. Is dit buitenspel? Nee, geen buitenspel. Goede voorzet richting Van der Meerakker. En een goede reactie van Danes. En zo is het begin voor Linde. Dat verloor van IJsselmeervogels. En dat ook onderuit ging tegen Katwijk. Maar voor de rest gewoon goede resultaten boekte. Dit is aan de andere kant. HHC. Dan dit moment. Een snel genomen hoekschop. En de 1-0. Doelpuntenmaker van 1. 24e minuut wedstrijd. Komt Linde dus op een 1-0 voorsprong. Dan HHC. En daar is de 1-1. Werkman krijgt de bal van Hezel en uit het iets de gelijkmaker. Tol met de bal en Werkman, ja, die loopt zomaar weg bij de Vries en bij de aanvoerder Broekhoff. Dus 1-1. Dan de vrije trap van de Meerakker. Van de Meerakker, ja, met wat geluk. Maar ja, dit soort goals tellen ook. 2-1. Nummer 7 van het seizoen voor de spits van Linde. Al wordt die bal natuurlijk onderweg van richting veranderd. 2-1 is dan de ruststand. Dan de tweede helft. Met een beter Linde. Met Wiave. Wiave. En Danes ligt daar goed. Wiave, de man met betaald voetbalervaring bij Achilles 29 en ook bij Fortuna Sittard. Nu dus gevaarlijk voor Linde op de Abdijhof. Sarbaf tegenover Wiave. Wiave, kijken. Goede voorzet. En ja, dit soort ballen zijn een koudkuntje voor Van der Meerakker. De voorzet is goed. Danes blijft staan en Van der Meerakker schaakt daar Bouws. We zitten inmiddels in de slotfase. Werkman met een fantastische kopbal en Schimmel met een prachtige reflex voorkomt dus de aansluitingstreffer van de Meerakker. Ja, geef hem geen ruimte, geef hem geen ruimte. Dit is goed afgelegd. Bendadi, Bendadi. En zo zijn in de tweede helft ook de beste mogelijkheden voor Linde. De ploeg van Kraai dat dus goed draait. Dit is Van der Meerakker in de kracht. Aannemen en schieten. Doelgericht is hij. En daarom scoorde hij ook al 8 keer in de tweede divisie dit seizoen. In de slotfase de vrije trap voor Kobus. Door alles en iedereen gemist bij HHC. Behalve door nummer 3 Van der Leij. Hij scoort dus de aansluitingstreffer. Maar deze treffer komt natuurlijk te laat. Een goed aangesneden vrije trap van Kobus. Die kan het wel. Doelman Schimmel blijft staan. Het is geen buitenspel. En zo is het in de slotfase 3-2. Dan nog deze vrije trap. En een fantastische reflex van Schimmel. En die voorkomt dus de 3-3. En zo wint Linde thuis van HHC.